Welkom in deel 3 van de setup video. We hebben ondertussen alles aangekocht. We hebben de deskvolledig in elkaar gestoken. De pc zit in elkaar. En er is er nu nog maar één ding. En dat is effectief dat we gewerkt krijgen. En dat gaat de Roel nu voor jullie op camera doen. Roel, succes. Aan u. Goed, Roel is helemaal klaar met cable management. Het heeft ietsjes langer geduurd als gepland, maar het resultaat mag er zeker zijn. Bij ons gaat er nog een plaat voorkomen. Het is niet nodig, maar het is nog altijd net iets mooier om hier nog een plaat voor te zetten. In our defense, zoals je hebt gezien, we hebben alle kabels mooi weggewerkt. Het is dus niet om niet gedaan werk te verbergen. Het is gewoon om het nog mooier af te werken. Wat hebben we geleerd? Wel, in principe, dit is de manier waar je alles mee kunt doen. Dus we hebben van die blokjes met dan dubbelzijdige tape hier. En dan hebben we straps, tie wraps, colsonbandjes, whatever dat je het wilt noemen. Haal je hier door, doet je er rond. Trek je aan en daar steek je dan je kabel in en zo kun je eigenlijk alles vastzetten. Dan heb je nog dubbelzijdige tape nodig om bijvoorbeeld je stekkerblok of andere grotere items onderaan de desk vast te maken of je kunt ze vastboren. Dan hebben we nog een tweede cable management tool gebruikt. Dat zijn die velcro straps, ook zeker een aanrader. Ook voor kabels die je gewoon wilt opbergen, is dat een heel handige manier om kabels heel netjes op te bergen en samen te binden. En we hebben ook een cable sleeve. Ik heb voor deze gekozen, want die was met een rits en dat was echt super gemakkelijk aan te brengen. Gewoon er rond, zip naar boven en alles was mooi ingepakt. Kabelgoot hebben we eigenlijk ingepakt voor buiten. Ik vond dat grappig om zo'n grote te gebruiken. En verder hebben we hier alles mooi weggewerkt, dus met colsonbandjes en van deze dingetjes. Daarnaast hebben we ook voor een mooiere oplossing gekozen. Dat zijn deze. Dat zijn van die rubberen, siliconen chopjes eigenlijk. Kabelhoudertjes. De grotere. Daar kun je één kabel in steken. Eén powerkabel, een displayportkabel of dergelijke. Nadeel is dat je er maar één kabeltje in kwijt kunt. Dan hebben we nog zo'n kabelkammetje. Hetzelfde materiaal. In mijn verpakking zaten er zo 5 en ik denk dat dat een 10 of 15 euro was, dus best wel goedkoop. En daar zaten er 6 en dat was onder de 10 euro als ik me niet vergis, dus ook niet heel duur. Dus deze is efficiënt en goedkoop. Nadeel is dat je als je iets erbij wilt steken of weg wilt doen, moet je de colsonbandjes doorknippen en opnieuw gaan aanbrengen. Hier kun je er gewoon eruit trekken en terug erin steken, dus herbruikbaarheid is daar beter. Het werkt ook met dubbelzijdige tape, dus net zoals bij dit. Eens dat ze vastplakken, plakken ze echt wel vast. Wilt je nog meer next level gaan, dan zou ik je aanraden, dat heb ik nu niet gedaan, om met velcro te werken. Dus als je van die velcro plakband gebruikt en je plakt onderaan deze dinges ook nog eens velcro en onderaan je stekkerblok, dan kun je in principe eigenlijk alles achteraf nog verwijderen, op een andere plaats zetten of herorganiseren. Ik heb er ook gekozen om rechtstreeks vanachter naar een self-powered USB op te gaan, met een stuk of 10, 12, 13 poorten op. Belangrijk is daar self-powered, zodat je een hub genoeg stroom krijgt. Want anders als je zoveel apparaten erop gaat zetten, wil je dat elk apparaat genoeg stroom krijgt. Dus er vertrekt maar één kabel van daaruit. En mijn netwerkkabel, die gaan dan naar onder, zodat daar geen hele bos kabels moet samenkomen. Dus dat is ook zeker een aanrader. Verder, schrijf het dus allemaal uit wat je wilt doen. Zet het op papier, zodat je al goed weet welke kabels dat je naar waar wilt trekken. Ik moet eerlijk bekennen, wij zijn er ook maar gewoon aan begonnen. En ik denk dat er niet veel mensen de moeite gaan doen om het uit te schrijven. Maar opnieuw, als je onderaan bezig bent, probeer een beetje vooruit te denken. Want die dingen, eens als ze vastplakken, zijn ze heel moeilijk om los te krijgen. Heb je zelf nog cable management tips of je hebt vragen over hoe dat wij het hebben gedaan? Aarzel niet in plaats dan een comment. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. Want de volgende video gaat de final setup video zijn, wanneer dat de volledige setup eindelijk af is met de U-lights, met de plaat ervoor en met de PC in zijn volle glorie. Dus stay tuned en zie jullie allemaal terug in de volgende video. Bye!